Ondanks het herfstachtige weer is het spectaculaire zomercarnaval in Rotterdam losgebarsten. Een groots opgezet evenement dat jaarlijks veel bezoekers naar de havenstad trekt. Dit jaar weten ruim 700.000 mensen hun weg te vinden naar Rotterdam. Dat betekent dat ook het openbaar vervoer een drukke dag voor de boeg heeft. De controleurs van ProRail controleren op geldige vervoersbewijzen. Geen OV-chipkaart of geen juist gebruik daarvan levert je direct een boete op van 38 euro. Maar ze wijzen je ook de weg. Gaat u hier beneden de trap af? Ja. Aan de andere kant gaat er weer omhoog. En daar moet ik. Ja, even een breed poortje nemen. Of voor je kind. Het wordt smal, neem maar flesje. Ja? Alsjeblieft. De controleurs zorgen ervoor dat de mogelijkheid om ongestraft zwart te rijden minimaal is. En praatjes vullen geen gaatjes. Meneer, ik kan geen papieren van nergens, terwijl ik deze net heb gehaald. Ik heb je al verteld, hij is vanmiddag 3:30 uit. Meneer, ik was hier in Rotterdam. U heeft waarschijnlijk een ander kaartje, maar niet die. Nee, ik heb het goed contant betalen, binnen. Ik ga niks contant betalen en ook niet binnen. Ik zit bij schotsleren, dus dit gaat ook bij schotsleren. Wat graag even leven, maar. Even wachten. U bent niet verplicht te antwoorden, maar wat nog noteren als verweer? Toppelen, meneer! Heeft u net die kaartje, ja. Ik heb bij Bunch gekocht. Zal een ander kaartje moeten wezen? Kijk. Alle twee mijn open chipkaart is leeg. Dus ik moest wel een kaartje open. En dan krijg ik een boet uit het niet, want het wordt in de computer gezegd dat ik het vanmiddag heb gehaald. Dus we gaan van de ochtend al bij de carnaval. En niet vanmiddag. Ik vind het allemaal raar. De mensen liegen, maar de computer liegt niet, hè? De vrouw heeft geen geldig vervoersbewijs en dat levert haar een boete op van €38,50. Even verderop heeft controleur Ron een zwartrijder betrapt die het niet eens is met de gang van zaken. Wanneer Ron zijn gegevens noteert voor het proces verbaal, wordt hij agressief en lijkt hij er vandoor te willen gaan. Hey, niet aan ze raken, hey, vriend. Luister. Ja, maar je weet ook dat je niet aan iemand mag zitten. Dat heb je goed begrepen, hè? Er komt wel agressie voor in de metro. Het is wel minder als vroeger. Alleen de agressie die nu is, is veel intensiever. Dus ze slaan sneller en bijten. Komt ook regelmatig voor.